Dag allemaal, hartelijk welkom bij deze wedstrijd die gespeeld zal worden in El Alcoraz. Voor tekst en uitleg bij deze wedstrijd komt u vandaag terecht bij mijn collega en ondergetekende. En over enkele ogenblikken gaan we kijken naar een competitiewedstrijd. Dit belooft wat hoor, Jeroen. Ik hoop voor de kijkers thuis dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen, zie je het? Ja, dat ligt natuurlijk in de handen van de spelers. De coach heeft de keuze laten vallen op deze 11 namen. De tegenstander zal het nog lastig krijgen om tegen deze ploeg te scoren hoor. Wat staan ze verdedigend opgesteld, zeg. Ja, en dan is dit nog de zogeheten aanvallende variant van de 4-5-1. Hier zien we de opstelling van het andere team. De coach stelt vandaag op 4 verdedigers. Met 4 middenvelders ervoor en voorin 2 aanvallers. Allemaal op 1 lijn. Ja, en dat is dus de klassieke 4-4-2. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Zo wordt de voorzet weggewerkt. Niet voor de pot, maar een korte bal. De bal wordt weggewerkt. Ja, het schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Gevaarlijke steekpaas. En dan ruimte voor een schot. Ja, goal! Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. Laten we nog eens kijken, Siert. Want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij is op de bal gezet. Blijft aan de bal. Dat is goed. Geblokt, toch? Ja, geblokt. Op de flank zien we nu de ruimte liggen. Henry. Weet hij de bal niet klem vast te pakken, maar nu heeft de keeper de bal er toch.
een kans om te scoren. Nog steeds gevaarlijk. Met deze bal hoeft de keeper geen enkele moeite te doen. Kelvin Stengs. Nou, die tackle heeft hij de bal niet meer. Ze zetten veel druk op de bal. Deze paas kan hij pakken. Het schot gaat ruim over het doel. Over de flank, want daar ligt nu de ruimte. Goed afgepakt, de 16. Verspeelt hier de bal. Wat gaat hij nu doen? Deze moet erin. Die moet erin. En er is geen doelman om het doel te verdedigen. Ja, en dan kan hij hem makkelijk afmaken. De doelman was ver van zijn lijn af. En dan is het geen grote opgave natuurlijk meer om hem erin te werken. Daar kon die speler net niet bij. En dus gaat de bal uit. Een fraaie dribbel hier. Waar gaat die eindigen? En daar is dan de voorzet. Weg met die bal, denkt hij. Hij gaat schieten. De keeper kan eenvoudig redding doen. Twee minuten extra speeltijd wordt er gegeven. De paas komt niet aan. Onderschept. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. De eerste helft is voorbij hoor. Horen de scheidsrechter fluiten. Deze speler speelt vandaag een heel lekkere wedstrijd. Wat een impact heeft hij op de wedstrijd. De keeper heeft het razend druk met deze aanvaller. En de verdedigers die werken zich letterlijk uit de naad om te voorkomen dat hij nog een keer gaat scoren. Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. Tegenstander, nee, die komt er niet bij. Na die tackle heeft hij de bal niet meer.
En daar eindigt de aanval. Gaan we nu een counteraanval zien? Steekpaas door de lucht. Moeilijk voor die verdedigers. Wat voor aanval trouwens. En hij pakt die bal. Oh, maar wat was dat een kans op de zegen, zeg. Ja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, daar staat er ook nog een keeper. En die levert puur vakwerk af. Hoekschop. Oh, hij houdt knap tegen. Korte corner. Voorzet in het 16 meter gebied. Dan moet je beter wegwerken. En zo wordt het gevaar bezworen. Er zijn mogelijkheden voor een counter. De bal is hij kwijt. Stenks. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Ruim baan op de vleugel. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Ja, het schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Lekkere steekpaas. Goed gezien die bal. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Nog wel wat ruimte aan de zijkant. Oh, mooi, zegt die reflex van de doelman. Maar hij had heel weinig tijd, ziet, om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. De twee spelers tegelijkertijd gewisseld. Deze neemt hij kort. En opnieuw een hoekschop. Bal komt voor in het 16 meter gebied. En dan veroveren ze hem op een gevaarlijke plek. Een hoekschop, nog één. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. En de hoekschop wordt weggewerkt. Hij laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. Bal afgepakt in de eigen 16. Scheidsrechter, wat ga je doen? Ik zou het wel weten hoor. Ik zou hem hiervoor geel geven. En hij grijpt naar een kaart. Geel.
Stenks. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Daar is het schot. Oh, die had bijna gezeten, maar de lat zit er dus. Nou, uiteindelijk een simpele redding. Maar ik zou toch even het aluminium bedanken. Ja, je weet wel eens wat te zeggen, hè, dan bij keepers. Dat ze een engeltje op de lat hebben zitten. Nou, dat was hier wel het geval. Goede onderschepping. De vierde official geeft aan dat er 3 minuten extra speeltijd bij komt. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Daar klinkt het laatste fluitsignaal. Ze winnen dus in eigen huis. Ja, lekker gedaan, hoor. Uiteindelijk een verschil van 2 doelpunten in de eindstand. Niet zo aan te merken. We hebben deze speler vandaag goed zien spelen. Alle reden om tevreden te zijn vandaag. Met de overwinning, maar natuurlijk ook met de goal. Voor een speler telt dat.